Je kunt de Vierdaagse natuurlijk gewoon lopen, maar als je hem echt bijzonder wil maken, dan loop je de Vierdaagse gesponsord. Dan loop je mee met de Vierdaagse sponsorloop. Wij gaan vandaag een stukje met ze lopen en we kijken meteen waar jij je kunt laten sponsoren. Jack, jij komt helemaal vanuit Amsterdam voor die Vierdaagse sponsorloop naar Nijmegen. Ja. Dan moet dat wel iets heel bijzonders voor jou zijn. Dat is het ook. We doen het al 5 jaar, de Vierdaagse sponsorloop. Maar het is niet alleen iets bijzonders voor mij. Het is vooral iets bijzonders voor inmiddels 730 mensen ongeveer. Wauw. Op dit moment. Die zich inzetten als sponsorloper voor een goed doel. De Vierdaagse sponsorloop, je zegt net, het gebeurt al 5 jaar. Ja. Kun je vertellen wat het precies inhoudt? Eigenlijk is het een kans voor elke Vierdaagse wandelaar om zich op een hele makkelijke manier in te zetten voor een goed doel. Welk goed doel mag hij zelf kiezen? Dus niet de Vierdaagse organisatie die zegt van je moet per se voor dit of voor dat lopen. Mm-hmm. Nee, iedereen kiest zelf zijn eigen goede doel. Iedereen vraagt gewoon aan zijn eigen vrienden en kennissen of ze hem willen steunen met een paar euro. Of met een heleboel euro, mag ook. En ja, dat is eigenlijk gewoon een platform voor maatschappelijke actie, als je het met een mooi woord wil noemen. Het is een beetje zoals als vroeger dat je op de basisschool meedeed aan een hardloopwedstrijd. Yes. En dan een langs de deuren ging. Een sponsorloop. Precies. En dan ging je bij oma een dubbeltje ophalen voor een rondje. Inderdaad. Precies. En eigenlijk is dit hetzelfde, maar dan iets groter. Iets groter, iets eigentijdser, want je hoeft niet meer de deuren langs. Mm-hmm. Je stuurt mensen gewoon een e-mailtje of je post het op Facebook. En vervolgens gaan mensen naar de website toe. Al jouw vrienden en kennissen kunnen op de website jouw verhaal lezen, mm-hmm, jouw foto zien. En dan ook via de website een donatie doen. Die donatie, en dat vind ik wel belangrijk om, mm-hmm, te zeggen, die gaat niet naar die persoon. Stel dat jij een wandelaar zou zijn, mm-hmm, en je vraagt aan mij geld. Nou, dan gaat het geld niet naar jou toe. Dat geld gaat naar een stichting. De stichting Vierdaagse Sponsorloop. En die stichting die beheert het geld en betaalt, mm-hmm, na afloop van de Vierdaagse 100% van door jou opgehaalde, mm-hmm, geld, of door de wandelaar opgehaalde geld, uit aan het goede doel. Die mensen die wandelen, wat zijn dat voor soort mensen? Want niet iedereen die laat zich sponsoren. We hebben sponsorlopers van 12 en we hebben sponsorlopers van dik in de 70. En we hebben sponsorlopers die een paar tientjes ophalen. En we hebben sponsorlopers die op dit moment staat Theo hier uit Nijmegen. Theo Hermans, die staat op bijna 5000 euro. En ik denk dat Theo voor zichzelf het doel heeft gezet. De 100ste, dan ga ik 10.000 ophalen. Ja. Zou mij niet verbazen. Nee, precies. Ja. Want Theo doet het al jaren goed. Die, hè, doet het al jaren en die haalt al jaren heel veel geld op. Ja. Ja, ja. Ja. Voor een heel mooi goed doel. Een stichting die waterfilters plaatst in Afrika. Mm-hmm. Ik bedoel, water is een levensvoorwaarde. En die stichting zorgt ervoor dat mensen schoon water krijgen. Ja, precies. Ja, dat is dan een van de doelen. Wat zijn er nog meer voor doelen? Nou, dat varieert van KWF via een heleboel kleine, we zijn inmiddels op 220, tot, en daar staan we hier een beetje voor, vanavond, mm-hmm, is hier de Sunset Mars. Ja. Ja, nou, die wordt ondersteund door 100 sponsorlopers. Maar die gaan samen met z'n honderd veteranen, ja, gaan ze geld ophalen om hier de Sunset Mars ook in de komende jaren nog te kunnen organiseren. Ja, precies. Kun je kort uitleggen wat de Sunset Mars ook weer is? Sunset March iedere avond bij is een herdenking van de Tweede Wereldoorlog, mm-hmm, toen hier de oversteek over de Waal was. En iedere avond bij zonsondergang, ja, dat moet wel, 's avonds is zonsondergang, niet zonsopkomst, zonsondergang, dan loopt hier een veteraan, één, tenminste één, mm-hmm, en misschien soms ook meer. En die loopt met de lampen die één voor één aangaan naar de overkant, naar Lent toe, ter herdenking van die oversteek. Van die oversteek en de mensen, ja, die daarvoor gesneuveld zijn. Precies. Ja. Evelien, jij bent fondsenwerver voor Hart voor Vrouwen. Ja, dat klopt. Als eerste Hart voor Vrouwen, leg eens uit. Ja, we hebben sinds 2014 een stichting opgericht, Hart, mm-hmm, voor Vrouwen. Omdat er heel veel vrouwen met hartklachten rondlopen die niet worden erkend. En daar willen we graag meer onderzoek naar doen. Mm-hmm. Per dag sterven er 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten bij vrouwen. En het is doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat weten heel veel mensen niet. Nee. Maar daarom dat wij ook zeggen, het is zo belangrijk om er ook meer aan te doen. Maar ook om er meer aandacht voor te vragen. Ja, want voor mannen is het natuurlijk al lang duidelijk dat dat... Ja, nou, dat is dus ook het probleem. De meeste onderzoek is gericht op mannen en niet op vrouwen. Ja. Dus de behandelingen en zo zijn ook uitgezet op basis van de onderzoeken die bij mannen zijn verricht. Mm-hmm. Terwijl nu blijkt dat de symptomen bij vrouwen heel anders zijn dan bij mannen. Oh, hoe zit dat dan? Nou, ja, dus bij mannen heb je natuurlijk een standaard hartinfarct, krijg je pijn op je borst. Ja.
last van je arm, et cetera. Ja. Maar bij vrouwen is het zo dat ze eigenlijk last van de bovenbuik krijgen of pijn tussen de schouders of in de armen, terwijl in de linkerarm, terwijl het vaak wordt gezegd van, oh, het zit tussen je oren of het zit in de overgang, terwijl het wel degelijk hartklachten kunnen zijn. En wat jullie doen is jullie vragen, jullie halen geld op. Ja, wij proberen zoveel mogelijk geld te genereren om multidisciplinair onderzoek te doen. Mm-hmm. En vooral ook multidisciplinair, omdat het hele lichaam staat met elkaar in verband. Ja. En we willen daardoor ook kijken van oké, die hart- en vaatziekte, dat komt ook ergens vandaan. Ja. Dus we zien ook heel vaak vrouwen die met borstkanker komen, die genezen zijn van borstkanker, maar uiteindelijk hartpatiënt worden. Ja. En dat heeft alles mee te maken dat die hartspier tijdens de chemo of bij de bestraling hard heeft moeten werken, moeten pompen. En daardoor die hartspier beschadigd. Ja, dat onderzoek, ik denk dat daar heel veel geld voor nodig is. Daar is heel veel geld voor nodig, ja. En zover zijn we nog lang niet, want we zijn een kleine stichting. Ja. We zijn ook net 2 jaar bezig, dus er is nog heel veel geld nodig om een specifiek onderzoek te kunnen doen. Mm-hmm. En op dit moment zijn we ook nog niet zover. Het zou dat we zoveel mogelijk geld proberen te genereren om de onderzoeken die bij ons op de planken liggen mogelijk te maken. Mm-hmm. En daarbij is het wel zo dat we met 1 onderzoek, en dat is die ammonia PET-scan, daar gaan we in oktober mee starten. Dat is ons eerste onderzoek eigenlijk. En daar gaat het geld wat je ophaalt tijdens de vierdaagse sponsloop ook naartoe? Ja, klopt. Wat vind jij nou zelf een heel bijzonder doel? Nou, ik vind vooral de mensen die met die doelen bezig zijn, dat vind ik heel bijzonder. Ik had laatst een man aan de telefoon en het lukte hem niet om een foto op de website geplaatst te krijgen. En dat was heel ingewikkeld met e-mailen heen en weer en ik kon het niet uitgelegd krijgen. En toen heb ik een e-mailtje gestuurd, bel me nou vanavond op, dan gaan we samen achter de computer zitten. Jij in Nijmegen en ik in Den Haag of in Amsterdam. En dan gaan we samen die foto plaatsen. En toen merkte ik dat die man liep voor alvleesklierkanker. Zijn vrouw was gestorven aan alvleesklierkanker. En op het moment dat hij die foto moest gaan plaatsen, raakte hij zo in de war dat het hem niet lukte. Gewoon omdat hij in de war raakte. Ja. Niet omdat hij het niet kon, maar gewoon omdat hij vanwege de lading die eraan zat, lukte het hem niet. Dat vind ik fantastisch. Ja. Het is heel naar voor die man. Mm-hmm. Ja, maar dat mensen daar zo bij betrokken zijn, dat vind ik fantastisch. Ja. Ja, het zijn echt de mooie verhalen die het voor jou dat beetje meer geven. Ja, ja. Stel dat er nou mensen kijken en die willen zich nu nog opgeven. Kan dat nog? www.devierdaagsesponsorloop.nl. Klik op doe mee en meld je aan. Duidelijk verhaal. Zo simpel is het. Dankjewel.